Daan Stuyven is een muzikale duizendpoot. Punk, onversneden rock'n'roll en electropop sieren zijn platen. In dancings, concerthallen of festivalweiden in heel Europa laat Daan zijn publiek uit de bol gaan. Speciaal voor dit programma reist Daan naar Shenzhen om er de Chinese jongerencultuur en ook Chinese muziek van nabij te bekijken. Ik weet eigenlijk heel weinig over China. Ik weet dat ze elk jaar 10% economische groei hebben. Ik weet dat er totaal geen vrije meningsuiting is. En ik zie zo van die beelden voor mij, zo van mannetjes in blauw pakjes die rijst zitten te dragen over de straat in een stoffig dorp. En ik weet dat ze maar 7 noten hebben in hun toonaard. Dus in de plaats van de 12 die dat wij hier, godzijdank, hebben. Maar voor de rest weet ik veel te weinig. 10 Vlaamse persoonlijkheden onderzoeken hun vakgebied in het mysterieuze China. De Chinees-Nederlandse schrijfster Lulu Wang is hun gids. In 6 dagen tijd zoekt iedere gast het antwoord op een kernvraag of op enkele persoonlijke fascinaties in verband met China. Welkom bij China voor beginners. Vooral interesseert is hoe staat het met de jeugdcultuur daar gewoon? Wat doen jongeren? Waar zijn die mee bezig? Wat ik ook wil weten is hoe is het daar gesteld met de popmuziek? Zo? Hoe zijn de Chinezen bezig met popmuziek en is dat wel echt popmuziek? Shenzhen won het equivalent van de Euromillions toen het in 1980 de eerste speciale economische zone van China mocht worden. Bij wijze van experiment en omwille van de nabijheid van Hongkong mochten de eerste buitenlandse bedrijven hier investeren. Op de oevers van de Parelrivierdelta werd niet alleen Shenzhen gebouwd, maar lagen ook de grondvesten van groot kapitalisme op Chinese wijze. Good morning. We just do a sheku. Okay. Goed bezig. In 20 jaar tijd trok Shenzhen massa's jongeren aan die het platteland verlieten om in Shenzhen beter werk te vinden. Oorspronkelijk een vissersdorp gebruikte Shenzhen deze goedkope werkkrachten om in geen tijd een indrukwekkende groei te kennen. 95% van de bevolking van Shenzhen bestaat uit migranten die van over heel China komen. Ik wou dat ik 13 in Chinees was, zou ik zeggen. Allee, dat zeg ik nu, misschien binnen een week niet meer. Maar dat moet wel opwindend zijn. Sinds Hongkong opnieuw Chinees werd, is Shenzhen de achtertuin van de Hongkong-jeugd geworden. Shenzhen zet de toon qua lifestyle. Uitgaan en consumeren, maar ook vooral carrière maken en geld verdienen, zijn hier aan de orde van de dag. Ik ben heel benieuwd hoe dat hier marcheert. Maar ik sta open voor alles. Ik denk dat die ongelooflijk geëxciteerd moeten zijn, omdat ze voelen dat ze zo tussen een oude generatie en een nieuwe generatie zitten. Dat lijkt me wel tof. De oude vissersgemeenschap van Shenzhen leeft verstopt achter de moderne aanblik van de stad. Maar de ouderen kennen de harde realiteit. Bijna 10% van de bevolking is werkloos. En ruim 1 miljoen jonge migranten slaapt noodgedwongen in de fabriek waar ze werken, om er de hoge productiequota te halen. Lulu wacht op haar bekende gast in de oude haven. Welkom! Ik heb je hier laten komen, omdat ik jou wil laten zien hoe Shenzhen vroeger was. Oké. Dit is eigenlijk een vissersdorp geweest met maar 20.000 inwoners. En hier stonden allemaal kleinere huisjes of zo? Ja. Of, En sinds 1980 is de bevolking van 20.000 inwoners gegroeid tot nu 14 miljoen. 14 miljoen. Maar het proces van immigratie is nog steeds niet gestopt. Dus per dag komen er toch wel duizenden mensen in Shenzhen terecht. Ja, zie je het. Dat is geen klein vissersdorpje. Nee. Shenzhen staat ook bekend als de jongere stad van China. Van de 14 miljoen inwoners is de gemiddelde leeftijd 26 jaar. De jongeren doen er echt alles aan om werk te vinden en te behouden. En wie echt hogerop wil, moet tot het uiterste gaan.
Daan en Lulu gaan op bezoek bij een van de tienduizenden hippe kapperszaken van de stad. Het personeel wordt iedere ochtend opgepept om de bikkelharde strijd met de concurrentie aan te gaan. Oh my god. Beetje raar zicht. En wat zeggen ze dan al? Het is allemaal om mensen op te peppen. Ja, boe, zijn er! Van reclame ook wel. Ja. Ze zitten op de straat toe. Dan weet heel de buurt dat de kapperszaak open is. Het is bijna een militaire training. We leven in 2007, maar eigenlijk is het niet raar, omdat tijdens de Gouden Revolutie in de jaren 60, 70 had men ook zoiets, maar toen was het ten dienste van de revolutie. Maar nu is het ten dienste van de commercie. Ja. Kan je met z'n zin in de Na de militaire briefing begint voor het personeel een lange werkdag. Eigenaar Ellen kwam 5 jaar geleden uit de provincie Hunan om zijn droom, een eigen kapperszaak, waar te maken. Hij is het modelvoorbeeld van de ambitieuze en geslaagde jonge ondernemer in China. Iets dat enkel bereikt wordt na vele opofferingen. Ik heb altijd wel een achtergrond nodig om mij tegenaf te zetten. En ik denk, in het geval van zo die situatie in China, is gewoon de armoede of waar je vandaan komt, iets om je tegenaf te zetten. Dus ik versta de reflex wel heel goed van resoluut een weg in te slagen en daar heel bezeten als een soort van ontsnappingsdroom mee bezig te zijn of zo. Die dingen herken ik wel. Dus. Ook de jongens en meisjes van de kapperszaak komen uit alle hoeken van China en ze hebben geluk. Ze krijgen kost en inloon van hun baas. Eigenaar Ellen leeft samen met zijn 14 personeelsleden in een kamer van 60 vierkante meter. Hier komen ze terecht na 16 uur keihard werken. Eten, drinken, slapen gebeurt zeer gedisciplineerd. Het is niet ongewoon. Chinezen zijn gewend aan krappe woningen, maar die proberen zich toch wel geestelijk af te sluiten van de omgeving. Met z'n 14 werken ze 7 dagen op 7 en delen ze noodgedwongen lief en leed met elkaar. Een sociaal leven vol concerten, bioscoopbezoeken en uitgaan zoals jongeren dat kennen in het Westen, dat is in Shenzhen een doel, maar de weg naar een beter leven is lang. Ze roeien met de riemen die ze hebben. Zou jij gewend kunnen raken aan die omstandigheden? Ik heb heel veel gewoon voor op mijn eentje te zijn. Dus ja, dat zou wel enorm wennen zijn. Maar ik vind dat wel iets gezellig heeft. Ik vind dat wel knap. Van dat te kunnen zo. Wat ik mij afvraag is, voelen ze zich dan niet eenzaam als ze trouwen? Naast voetmassages is karaoke de populairste en meest betaalbare ontspanning voor miljoenen Chinese jongeren. In de duizenden karaokebars zingt de Chinese jeugd het liefst mandopop. De Chinese versie van de popmuziek gezongen in het Mandarijns. Mandopop is een ware rage en baseert zich op de westerse romantische popcultuur.
behalve dan wat de teksten betreft. Ja, die smaak van de Chinese muziek is toch een beetje blijven steken in de jaren 50. Romantisch. Liedjes worden heel erg geliefd door Chinezen. Maar het is alleen maar in liedjes. Ja. In het echt zijn Chinezen helemaal niet romantisch. Misschien door het hard leven, hè? Chinese songteksten barsten van de metaforen en zijn erg braaf omdat de overheid geen expliciete of vrije songteksten toelaat. Daan nodigt de jongeren uit om een van zijn nummers mee te brullen. Op een gegeven moment zouden ze kunnen meezingen eigenlijk met z'n allen. Gewoon, maar jij moet het hun fonetisch uitleggen. Ja. Het is een moment, en ik zal het wel teken doen, ja, waarop ze allemaal moeten zingen. Swedish designer drugs. Swedish. Yes. Ja. Designer. Designer. Dit soort teksten kennen Chinese jongeren niet. Voor de meeste aanwezigen is de muziek vandaan een verademing. Hij hoopt dat je nog meer dergelijke liedjes kan zingen. Hij vindt jouw liedje heel erg mannelijk, echt macho. En dat vindt hij mooi. En hij hoopt ook dat jouw liedje in het Chinees vertaald kan worden, zodat Chinezen ook kan waarderen en kan voelen en kan, ja, daarvan kan genieten. Oh. Voilà. Dat was dus dag 1. Een beetje een rare dag. Zo. Op het eerste zicht vond ik dat allemaal nog tamelijk normaal was. Maar ik begon zo direct zo bijverschijnselen te krijgen. Die 23 kappers op een rijtje, dat was echt wel freaky, vond ik zo. En bij gebrek aan foute dictatuur gaan we dan maar zelf, allee, uit heimwee naar de dictatuur, op een rijtje gaan staan en onze armen in de lucht zwaaien. Op het eerste zicht was ik gecharmeerd en dan vond ik het helemaal niet meer charmant. We in de karaoke zaten. Allee, toen had ik door zo van, god, die hebben gewoon behoefte aan samen heel luid sommige dingen zingen. Which is scary. Maar toen had ik door dat, ja, dat gewoon een systeem is. En waarschijnlijk een erfenis van hoe dat hun ouders of zij zelf zijn opgegroeid. Vanochtend regelde Lulu voor Daan een afspraak bij de Shenzhen Media Group. DJ Ellen presenteert er het enige Engelstalig radioprogramma. Zijn populaire show wordt uitgezonden in heel de provincie Guangdong en bereikt zo'n 100 miljoen luisteraars.
muziekkeuze bestaat uit Chinese en goedgekeurde westerse platen. Hi everyone. 为您接下来带来的这一曲是来自比利时的一位艺人，他的名字叫做 Dan D A A N. 为您奉献他的新专辑 The Player 当中的一首 Tax. Sorry, Tap E X. I checked the lyrics at the beginning. What you want to explain in this song? In my lyrics, I sort of go in the opposite direction and sometimes, show a darker side of myself. Okay. But as sometimes it gets a bit really dark, I have to make the music really optimistic or positive. CD's uit het Westen boezemen de beambten van de staatsradio weinig vertrouwen in. Iedere westerse plaat die door DJ Allen wordt uitgezonden, moet eerst zorgvuldig gecheckt worden. Indien er stoute woorden in staan, moeten die gerapporteerd worden en indien nodig verwijderd. Are there some general rules that apply when you're programming your radio? You should think about lyrics. You know, some bad words inside is bad influence for the young people. I think the same in the Belgium. Well, not at all. Where we live, it's almost like cool. So I just make some small things, you know, to cover the bad words, and maybe just cut it off. I make a decision. I checked bad words about gangster, drugs, and murder, and some bad influence to young people. Yep. So I cut it off. If my English level is not enough to check it out, and I will ask my supervisor to pick a good one. Yep. But maybe I was wondering, like, if I took my own last record. Maar ook Daans album blijkt nummers te bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de Chinese jeugd. Daans teksten zijn te promiscu en kunnen dus niet zonder censuur in de Chinese ether, net zoals Amerikaanse hip-hop. Especially 15 cents, like, I won't play this music in my show. It's bad. It's bad influence for the young people. And but for Kanye West, just one word I find in lyrics, so I just cut it off. It's very, very quite simple. The original one is... Yeah. Yes, bad words, and make some special sounds to cover this. It's quite easy. Alright. Okay. Down. It's very, very quite simple thing. So one day, when they understand, they want to try. Want to try drugs, want to try to... It's not your hope. Yeah. Mm-hmm. In heel China kan de geïmporteerde jongerencultuur vol westerse popmuziek, films en lifestyle-producten niet verspreid worden zonder voorafgaande goedkeuring van de communistische partij. Zelfs georganiseerde events en reclamecampagnes voor jongeren worden gewikt en gewogen. Wat een cultuur. Oh, cultuur is niet het juiste woord. Wat een bizarre samenleving. Eigenlijk, als je hier terechtkomt, denk ik dat je niet als muzikant hier terecht moet komen, maar als architect of zo, of als bankier waarschijnlijk. Je zit waarschijnlijk spannender dingen te doen dan popmuziek maken. Maar... En dat om te bedenken dat 35 jaar geleden hier alleen maar gras groeide. Ja, ongelooflijk. Echt een woerwoud, hè? Het is zo technisch en zo geconstrueerd. Het is zodanig veel architectuur dat het uiteindelijk bijna terug natuur wordt. Het is zo chaotisch en zo'n wildgroei dat meer begint te lijken op een koraalrif dan op een stad. Ja, ofzo. Inderdaad. Wat een stad. Wat zitten wij in België dan moeilijk te doen over Brussel, alle Vilvoorde, terwijl hier zit 15 miljoen vrolijk bijeen. Nieuwe trends die zorgwekkend succesvol worden of te veel westerse cultuur bevatten, worden indien nodig door de regering in de kiem gesmoord. Toch kunnen jongeren zich uitleven in de nieuwe futuristische Chinese steden. Hi guys, this looks cool. Chinese rappers vormen er een zachte tegencultuur. Het zijn vaak rijke jongeren met westerse instrumenten die hun leeftijdsgenoten een geweten schoppen. If you have rap songs in Chinese, well, what are the lyrics about? People just care about money. There's a lot of things important in this world, like love and friendship and your parents.
you were saying, how is it to play music in Shenzhen? Actually, it's a bit hard because it's a very new city. People just come here just for earn money here. Yeah. There's not too much time for play music, to learn music here. How come you tend more to play with Western music styles than with more Chinese music styles? What we learn, what we hear, is from Hong Kong. So the music styles we play a little bit like Western, a little bit like that. Yeah. But sometimes we mix a little bit Chinese traditional. Sometimes, You want a jam song? Yeah. Just let's try something. Anything. Okay. One, two, three, four. For some people, maybe, and find some traditional instruments. Okay, that's cool. Jam with us later. I'd love to. Okay. Maybe that could be nice. I'll try to pick up some instruments or try to record some traditional music, and maybe we can put it all together and make a big mess up, big mix of all that. Okay. I'd love to. Lulu wil Daan helpen in zijn zoektocht naar traditionele Chinese muziek. Ze nemen de trein naar Guangzhou. Die Shenzhen, dat is toch wel extreem modern allemaal. Dus ik hoop van een aantal traditionele dingen te vinden. Van echt muzikanten die op oude instrumenten spelen of volgens een oude techniek. Guangzhou heeft een typische muziek, dat heet Guangdong-yinyue. Kantonese muziek, heel mooie oude traditionele muziek. Guangzhou is heel anders dan Shenzhen, dankzij zijn oude geschiedenis van 2200 jaar. Is dit leven daar veel relaxter. Er zijn veel meer mensen die met de cultuur bezig zijn. In universiteiten, in academies en in parken. Guangzhou is het voormalige kanton. Van hieruit veroverde traditionele Chinese muziek eerst de Parelrivierdelta, daarna de rest van China en Azië. De traditionele Guangdong-muziek wordt hier nog steeds gespeeld, van zonsopgang tot zonsondergang, in de 12 grote parken van de stad. Daan en Lulu begeven zich naar het Yueshu-park. Ze horen er gezang van Hakka's, een etnische minderheid in China. In de hele provincie Guangdong wonen nog steeds vele Hakka's. Hun gezangen nemen ze mee naar Guangzhou. Dit is een soort dialoogzang. En die stonden vroeger ieder aan een berg, ieder op de top van een berg. En ze converseren met elkaar door middel van zang. Oh. Dat is een manier waarop man en vrouw met elkaar flirten. Je hoeft alleen maar te beginnen en iemand antwoordt. Het is de traditie, door het zingen heeft hij ontdekt dat die man alleen is. Dat is een manier voor die man en vrouw om naar elkaar te zoeken. Ze moeten elkaar imponeren. Ze kennen de tekst niet van tevoren. Ze verzinnen alles. Alles wordt geïmproviseerd ter plekke, inclusief de melodie. Zijn dat dingen die
Ik zeg, is de jeugd daar nog in geïnteresseerd? De laatste jaren door de moderne samenleving is men wel bewust geworden dat dit heel belangrijk is. Dus de jonge mensen worden nu gestimuleerd, of ze dat willen, is een tweede kwestie. Ja. Ze worden gestimuleerd om oude tradities te behouden. Guangdong-muziek is transparant, melodieus en diepzinnig van inhoud. Het is verschillend van andere Oosterse volksmuziek, zowel in toon als in stijl. Jongeren van het conservatorium spelen op oude instrumenten die enkele jaren geleden nog met uitsterven bedreigd waren, tot UNESCO ze op de werelderfgoedlijst zette. Het is een vreemd instrument. Vraag haar eens gewoon wat voor instrument het is en hoe ze het heeft leren spelen. Ja, hij wil vragen, dit is wat is het? 他想问你怎么弹这个乐器，你给他告诉简单的说一说好吗？就是要带这个指甲，然后就是这样拨弦，然后还有各种，就是他技法，什么？就是带上指甲，这样拨弦，然后就慢慢由曲子出来。哦，光是这个方法吗？没有别的？有很多啊，像是像一般我们弹曲子就是像刚才那样，就是那样。还要有时候摁，对，这边要摁。 Wil je eens proberen? Goh, heb je knagels? Ja, ik kan wel. Hoe beginnen we daar aan? Dit is A. Ja? Oké. Ja. Fantastisch. Super gewoon. Kijk eens of we over een elektrische versie van gesteld. Nee, dat willen graag zo houden. Ja. Is het heel anders dan gitaar? Het zijn snaren en voor de rest is het heel verschillend. Ja. Op een gitaar moet je ofwel alle noten tegelijkertijd doen, benden of niks. Maar hier kun je zo één noot. En zo kun je de halve noten eraan toevoegen. Dat is echt... Dat is heel knap. Nee, en een hele schone, zachte klank, zo heel warm. Maar ik denk dat je er, als je vingers wat los krijgt, kun je daar heel nerveus op spelen. Ook al heel... Heel gedreven dingen mee doen eigenlijk. Oh, Oké. Fijn. Deze middag zijn we naar Ellen geweest, die radiopresentator. Dat was een heel vreemde ervaring. Censuur heeft altijd een averechts effect. Hoe meer dat je toepast, hoe het bloed kruipt waar het niet kruipen kan. Misschien is dat juist de manier om een subcultuur te laten groeien. Die rappers, ja, die zaten er allemaal zich gewoon te amuseren op een instrument en dan beginnen mee te doen. Guangzhou is wel iets compleet anders natuurlijk. Die mensen in dat park... Het is wel tof om de dingen een keer in hun pure vorm nog tegen te komen. Die Guzheng, daar alleen al zou ik een week voor in China kunnen komen zitten, denk ik, om zo'n ding onder de knie te krijgen. Wat mij opviel was hoe snel dat de goesting terugkwam om instrumenten vast te pakken en om muziek te maken. Guangdong-muziek vertelt de kleine dingen des levens en het heeft de kracht om traditionele emoties bloot te leggen. Vanochtend vroeg bezoeken Daan en Lulu een instrumentenmaker. Hier worden arhu's op ambachtelijke wijze gemaakt. De arhu is de koningin van het Chinese volksorkest. Een arhu produceert adembenemende en jagende klanken en benadert de menselijke stem. De arhu is het Chinese antwoord op de westerse viool. Allereerst maken ze zo een box en daarna spannen ze de slangenhuid hierop. Door middel van een hele traditionele methode gaan ze bepalen hoe strak de slangenhuid gespannen moet worden. Ja. Mm-hmm. Ja.
complete engineers here. 对，一直打尖，把它往后越拉越紧。啊，拉到一个一定的程度，我们用这个弹的方法来听它那个紧的没紧没有。 Door middel van de ouderwetse manier kunnen ze de slangenhuid veel gelijkmatiger aanspannen. Ja. Tegenwoordig zijn er ook fabrieken die dat door middel van machines doen. Maar dan kunnen ze niet spannen zoals hij nu doet, ja, door middel van slaan. Dankzij het resoneren van pythonhuid bekomt de arhu zijn unieke klank. Ja. Deze begrijp ik niet zo goed. Ja. Het is vreemd omdat het stof is. Traditioneel is het zijn. 后来用了木头以后呢，音色有变化。 啊。 跟那个传统的音色。 Het klinkt als een oude grammofoonplaat. Ik vind de klank al ongelooflijk zo. Het klinkt echt heel typisch Oosters of zo. Heel vreemde frequentie zo. Instrumentenmaker Soon krijgt niet alle dagen westerlingen over de vloer die zo gepassioneerd zijn door Chinese klanken. Daan bekomt het respect van de instrumentenbouwer. Hij is heel blij om kennis met jou te maken. Mm-hmm. Hij wil jou een muziek is een instrument cadeau geven. Oh. En hij wil graag samen met jou eentje uitkiezen. Too much honor. We Wil je daar iets mee? Ja. Ja, mee gaan slapen. Met mij gaan slapen een hele nacht lang. Hoe kan zo'n klein mannetje zoveel warmte geven? Zeg maar dat ik het fantastisch vind. Vanochtend neemt Lulu afscheid van Daan. In Shenzhen heb je gezien dat mensen alleen maar bezig zijn met geld verdienen en carrière opbouwen. Ja. Hier in Guangzhou is het anders. Weet je nog, je was zo enthousiast over de rapband. Ze hebben jou gevraagd om kennis te maken met Chinese klanken. En je daardoor te laten inspireren, zodat je iets kan maken waarin jouw westerse muziek gecombineerd wordt met de indrukken die je hier in Guangzhou gaat opdoen. Zodat je met hun kan optreden als je druk bent in Shenzhen. En ik wens je heel veel succes en plezier. Helemaal in je eentje. Dag! Daan is een echte klankentapper. De komende 48 uur zal hij zich onderdompelen in de Guangdong-muziek en met een kleine recorder zoveel mogelijk Chinese klanken trachten op te nemen. Dichtklappen is het juiste moment. Audio recording. So I have the sound. Great. Thanks. Daan is onder de indruk van de muzikale kwaliteit die hij in het park aantreft. Hij verlaat dit park om de rest van de stad en de andere parken te beluisteren.
weg geraakt door de enorme bouwwoede waaraan ook deze 2000 jaar oude stad ten prooi valt. Mijn favoriete manier om een stad te ontdekken, er gewoon door rondwandelen. Het is een raar gegeven, die oude gebouwen en die oude architectuur, dat die allemaal gaan platgesmeten worden op een gegeven moment. Dat er van die gebouwen niks gaat overschieten, dat er van die muziek weinig gaat overschieten. En dat dat in het beste geval nog in archieven belandt. Dat op zich geeft wel goesting om het op te nemen. Eigenlijk zouden ze van alle façades een foto moeten trekken en van elk optreden in het park een fatsoenlijke opname moeten maken. Klein, verfijnd dingetje. De prijs staat er nog op. Kost niks. Well, very nice. Thank you. Not us. Vreemde dag. Hier zit ik dan met een compleet bizar instrument waar ik nog niet te veel van snap. Dat ik waarschijnlijk ook nooit helemaal ga snappen, maar dat wel helemaal intrigerend is. Ik hoop dat ik het een klein beetje ga leren kennen. Maar ondertussen ben ik al wel blij met de warmte die het geeft. These boots are made for walking. And that's just what I vandaag gedaan heb, denk ik. Eigenlijk alles wat ik hier hoor is een heel organische bedoeling. Precies dat de klanken dichter bij het leven staan dan de synthesizers waar we thuis op speelden of zo. Alleen dat veel klanken refereren naar dingen die gewoon uit het leven zijn gegrepen op een of andere manier. Hier komen die mensen gewoon spontaan allemaal bijeen en brengen die uiteindelijk op een heel bescheiden manier, zonder iets te verwachten van het publiek, staan die daar heel schoon dingen te maken, maar gewoon uit pure liefde voor een instrument zo. Ook vandaag zoekt Daan naar klanken in de parken van Guangzhou. Dat is wel een schoon beeld van de aansluiter op een autobatterij, dat denk ik. Niet te doen. Die zitten allemaal op 12 volt te spelen. Het is gewoon een volledig PA-systeem op één autobatterij. Dat is absurd. Oké. Les 1. Geef me nog 50 jaar en ik kan het wel. Hè? Fijn. Muzikale beschrijvingen van de natuur of van zaken die een gevoel van relaxatie oproepen beslaan een repertoire van honderden klassieke Chinese muziekstukken. Maar Daan gaat nog verder dan dat. Can I tape him while he comes?
没错。Excuse me, can I ring your bell? Wat we moeten doen eer dan een Chinees een bus klaksoneert. Het heeft een opstoot van respect in ons. Pijn. Ik heb geprobeerd om een buschauffeur te doen klaksoneren op mij. Ik heb mezelf op de weg gelegd en zo. En die willen niet klaksoneren zo. Want ik begin het als heel vervelend te ervaren dat ik een grote westerling ben. Zo. Maar boy, ik blijf dus ja, doorwerken, doorzoeken. Als ik vandaag zie hoe dat die oudere mensen vergroeid geraken met een instrument, dan word ik heel nieuwsgierig naar zo van wat doe ik op mijn 70ste nog met mijn stem of met mijn gitaar. Het opnemen van alle geluiden en alle mensen en alle klanken in de stad, dat begint wel te lukken eigenlijk, stilletjes aan. Dat was wel een tof moment, zo van dat je intiem kunt worden met de mensen. En dat ze je gewoon laten opnemen eigenlijk. Guangzhou is de bakermat van de traditionele Chinese volksmuziek. In het moderne China dreigt dit unieke muzikale erfgoed voorgoed verloren te gaan. En dat beseft de Belgische muzikant maar al te goed. Hi. Can I tape them? Musical already. You've been playing musical already. 原来是专业的。我戏班做戏。OK。早年找你来找饭吃，现在就玩下。最爽呢，对吧？现在玩下就好了。退休了，退休了，咁啊，你都娱乐下咯。Good luck. Thanks. Beautiful music. 祝你好运啊！谢谢。 Onderweg naar Shenzhen begint Daan de indrukken en de klanken van de afgelopen dagen te verwerken in een sample. De schets van het stukje muziek dat hij morgen zal spelen met enkele Chinese rappers. Dag Daan. Leuk om je te zien. Hoi. Het was fantastisch. Ik heb heel veel rare dingen tegengekomen, heel veel muzikanten, geluiden, sounds, allemaal toffe dingen. Ja? Ja. Vanmiddag maakte Lulu een afspraak met een van de bekendste dirigenten van China, professor en muzikoloog Li Fubin. Meneer Li Fubin reisde naar het westen en dompelde zich onder in rock, heavy metal en klassieke muziek, voor hem weer terug te keren naar eigen land. Vandaag dirigeert Li Fubin zijn eigen traditionele volksorkest. Hij weet als geen ander hoe de Chinese jeugd geëvolueerd is op muzikaal vlak. Dit is een muziek dat niet meer terugkeert. Uit de statistieken van Chinese conservatoria blijkt dat jongeren vandaag massaal kiezen om opnieuw op de oude Chinese instrumenten muziek te leren spelen. 20 jaar geleden,
中国国门开始改革开放打开的时候，欧洲的所有的音乐，包括欧洲的古典音乐、欧洲的电影、欧洲的什么话剧、欧洲的歌剧、欧洲的这个摇滚音乐、欧洲的流行，全部冲击了中国的时候，中国人觉得如此的新鲜而如此的开阔，我们没见过，我们没听过，他就开始盲目的去，是吧？只要是国外的，我都是觉得是新鲜的。而今天，人们已经不这么看了，特别是在这种比较发达的这种大都市啊，人们已经不这么看了。就是说，欧洲音乐我可以听到柏林交响乐团的音乐，也可以听到这个纽约交响乐团的音乐。那同时呢，我还可以听到最好的摇滚乐、最好的流行歌手，都可以在广州都能见。Het zal waarschijnlijk de dirigent zijn die in contact geweest is met alle mogelijke westerse invloeden.Die gaat het waarschijnlijk winnen, die gaat waarschijnlijk een stukje cultuur van China kunnen redden. Die 80-jarige drummer, op zijn beperkt drumstel met heel oude cymbalen en kleine woodblocks. Daar spreekt wel een pak liefde uit. Allee, ik denk ook niet, als je geen liefde hebt voor je vak, dan houdt het ook geen 60 jaar uit. Dat was een heel emotioneel moment.Dat park loopt vol met oude mensen en je probeert die hun gedragscode zo'n beetje te snappen. En daarmee vond ik dat wel een heel, heel fijne ervaring. Vanochtend rijden Daan en Lulu naar de Chinese nachtclub waar Daan vanavond moet performen. De hele dag wordt er druk gerepeteerd. Hallo. Hey, Dan. Zo wel. How's your traditional music learning? Well, that was quite crazy.Daan versmelt de Chinese klanken met zijn eigen westerse muziek tot een muzikaal experiment. Wanneer de avond valt, maken de Chinese white-collar jongeren van Shenzhen zich op voor een nieuw nachtje uit. Enkel zij kunnen een duur ticket voor de hippe discotheken betalen. En vanavond krijgen ze bovendien ook een gratis mix van westerse en oosterse klanken, gebracht door een mysterieuze Belgische zanger en zijn Chinese begeleidingsband.比较当红的一位歌手 Dan。Daans eerste Chinese optreden was een gigantisch succes. Het feest gaat door tot in de vroege uurtjes. Proficiat. Nog een hele grote knuffel. Ah, voilà. In China ontstond de afgelopen jaren voor het eerst een echte middenklasse. En die bestaat uit carrièregerichte jongeren. Zij beïnvloeden de jongerencultuur in het hele land. Ze voeden de economie en omarmen vooralsnog een massale uit het Westen geïmporteerde lifestyle.Daans reis eindigt op de voormalige rijstvelden van Lianhuashan Park. Je kwam naar China met de vraag of er een jeugdcultuur is in China.
die dat heel erg snel verandert, heel snel moderniseert. En heb je een antwoord gevonden? Ze kijken heel hard naar het westen, wat ergens een beetje zonde is. Ik denk, in steden zoals hier zijn ze heel hard bezig met geld en zo snel mogelijk even rijk worden als hun westerse voorbeelden. En dat is misschien wel een beetje spijtig, maar ik denk dat ze wel terug naar hun eigen waarde gaan komen. Of eenmaal als ze dat bereikt hebben, dat ze dan wel hun eigen cultuur weer meer zullen appreciëren, denk ik. Hoe zit het met de popmuziek in China? Wel ja, ik denk de popmuziek, dat is een ramp, denk ik. Nee, wat ze eigenlijk zelf maken, zijn heel zeemzoete liedjes. Het moet allemaal zo positief zijn en zo zullig zijn eigenlijk. Dat voor mij geen echte popmuziek is. Muziek is perfect om een tegencultuur te ontwikkelen. Terwijl hier helemaal geen tegencultuur ontwikkeld wordt. Op zijn best nog wat westerse kopietjes of zo. Maar ik denk dat ze dat terug moeten ontdekken. En dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Nu, ik denk, wat voor mij het meest hoopgevende of het meest intrigerende was wat de dirigent van het traditionele orkest zei. Die man was als rocker begonnen, als popmuzikant begonnen, dan naar het westen gegaan, westerse klassieke muziek leren ontdekken. En daardoor eigenlijk pas, was de cirkel rond, heel de Chinese traditionele cultuur zelf terug leren appreciëren. En nu is hij daar in groot in geworden. En dat is eigenlijk iets wat ik heel de Chinese cultuur en op allerlei gebieden toewens. Van de soort via het contract met het westen om terug tot bij hunzelf te komen. Was het fijn geweest, jouw 6 dagen in China? Wel, absoluut. Het is een heel zot land, China. Helemaal niet het gele gevaar dat ze ons vroeger probeerden, of nu nog altijd proberen te laten voelen. Nee, ik heb heel veel geleerd en heel veel gezien. En ik wil zeker nog eens terugkomen en andere stukken China ontdekken. Oh, ik ben heel blij dat je genoten hebt. Nou, ik wens je een goede reis. Terug naar Brussel. Bedankt voor alles.